Stijn Streuvels was eerst bakker, maar al toen hij 30 was schreef hij voltijds. Hier werkte hij, in Goinchem, Zuidwest-Vlaanderen. Hij kende de streek en de mensen die er woonden. Maar Streuvels was geen simpele volksjongen. Hij las Zweeds, Russisch, Engels, Duits. Wel was hij naïef. Toen een Duitser tijdens de bezetting de Vlasgaard verfilmde, wou hij zelf gastacteur zijn. Hij zou het zich zijn hele leven beklagen. 90 jaar was hij toen hij in Nederland de hoogste literaire onderscheiding kreeg. De prijs der Nederlandse letteren. Ik heb nooit gezocht om onreden te verrichten. Gedaan hetgeen ik kon en getracht met degelijke marchandise op de markt te komen. Persoonlijk heb ik nu niets meer te verlangen of te verwachten. En ik zeg met Simeon uit een tempel, hier laat uw dienaar gaan in vrede. Amen. Streuvels ging in vrede in 1969 op 15 augustus, half oogst.